Welkom terug bij Z Today. ZZP'ers, dat zijn toch die mensen die de hele dag in koffiebarretjes zitten te werken. Laptop op schoot, helemaal hopen dat je niet wordt weggekeken door het personeel. Omdat je er al 6 uur zit, op anderhalve latten. Kan anders, want waarom ga je niet aan de andere kant van de wereld zitten? Zoals journalisten en tekstschrijvers René en Emiel deden. Colombia, het is een fantastisch land. Dus als je een weekendje vrij neemt, dan kun je erop uit in het land om mooie dingen te gaan bezoeken. En we zitten nu dan wel met festjes aan, omdat we in Bogota zijn, maar in de rest van het land is het ook altijd lekker bier. Met journalistieke producties, dus we schrijven verhalen voor kranten, tijdschriften. Ik maak reportages voor de radio en dat zijn dus allemaal dingen die echt gaan over de landen waar we zijn. Maar we verdienen ook geld met commerciële tekstklussen. Met Slimster vergelijken wij producten en diensten. Wij hebben uiteindelijk alle informatie verzameld richting Emiel, onze tekstschrijver in Colombia, gestuurd. Ik had een keer, toen zat ik in Amsterdam in mijn kantoor te werken. Toen had ik uiteindelijk een heel artikel rondgekregen zonder mijn kantoor daarvoor te verlaten. Puur alleen op basis van internet heb ik dat kunnen maken. Toen dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk niet vanuit een ander land? Plannen is het allerbelangrijkste, omdat ze soms niet volle weken beschikbaar zijn. Ze gaan reizen, ze gaan het binnenland in. Emiel, dit is een beetje ruggenwerkt. Het is niet belangrijk om die medewerkers van je af en toe te zien? Nee, eigenlijk niet. Nee. We hebben gewoon goede communicatie via e-mail, Skype, we bellen veel. Dus daarmee kun je gewoon zoveel afstemmen, zeker via Skype. Ja, dat is vaak helemaal niet nodig om elkaar fysiek te zien. Sommige heb ik echt nog nooit gezien en dat gaat echt al jaren perfect. Ja, nou, je zou denken van, je moet af en toe elkaar in de poppetjes van de ogen kunnen kijken en fysiek elkaar ontmoeten, maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee, ja, wij hier dan wel. Ik als ZZP'er. Maar voor heel veel, beroepen gaat dat eigenlijk helemaal niet op. Overigens mis je dan ook het modelcontract, hè? Vermoed ik. Ja, nee, dat bruggetje wil ik toch nog even maken. Ik denk niet dat ze in Colombia zitten van... Hey, Maar die Marco Schuurman van Slimster, je zag hem net in het filmpje... die noemt een aantal voordelen, en noemde die ook nog. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Loyaliteit is groter. Hè? Als je een ZZP'er bent en je zit in Colombia... of wat mij betreft aan de Mexicaanse kust... dan focus je toch wel op het geld dat uit Nederland komt. Hè? 2, 3, 4 opdrachtgevers misschien. Daar werk je hard voor. Hè? Dat is groter dan wellicht in Nederland. Ze zijn goedkoper ook vaak, omdat het levensonderhoud eenmaal minder kost in het land waar ze zitten. En het is handig in de 24-uurse economie. Dat is ook nog zo'n voordeel van een ZZP'er in het buitenland. Nou, René en Emiel uit het filmpje die schrijven bijvoorbeeld een nieuwsbrief. En die moet bij opdrachtgevers 's ochtends voor dag en dauw in de bus liggen. En in Nederland zou je zoiets in de mailbox dan, hè? Ja. In de mailbus. In Nederland zou je dat dan 's nachts moeten schrijven. Zij zitten heerlijk aan de piña colada en schrijven 's middags een nieuwsbrief. En het nachtwerk daar doen. Krijgen zij dan ook Colombiaanse salarissen? Weet je dat eigenlijk? Nou ja, dat zijn geen salarissen. Hè? Dat zijn geld dat zij factureren. Nou, ik kan niet in een tariefstructuur kijken, maar ik kan me voorstellen dat je minder geld nodig hebt in dat soort economieën dan je hier nodig zou hebben. Hebben we enig idee om hoeveel mensen dit gaat? Dus één voorbeeld. Zijn er cijfers van bekend? We hebben met iedereen gebeld vanmiddag op de redactie. Met EZ, ZZP Nederland, dat is een belangenorganisatie van ZZP'ers. CBS, de Kamer voor Koophandel. Er zijn gewoon geen cijfers van. Wij gaan een calculated guess doen, dat het er zeker een paar duizend zijn. Feit is wel dat het groeit. Er ontstaat eigenlijk een nieuwe klasse. Je zou kunnen zeggen een creatieve klasse zonder baas, hè, zonder vaste werkgever. En een klasse die over grenzen heen kijkt. En dat is ook wel buitengewoon prettig. Dat het er steeds meer worden, dat lijkt wel vast te staan. Wat nu als je mensen toch eens een keer fysiek wilt ontmoeten, als dat nodig is voor je werk? Ja, dat dachten de jongens van Cantoni ook. Cantoni is een Nederlands online marketingbedrijf. Die werken heel veel met ZZP'ers in het buitenland. En die zeiden, in plaats van dat die ZZP'ers naar ons laten komen, gaan wij gewoon naar die ZZP'ers toe. Dus die zijn verkast naar Sri Lanka, waar ze nu zitten. Daar hebben ze een huis gehuurd. Daar zitten ze nu met het hele bedrijf, dat is 5 man. En dat ziet er ongeveer zo uit. Met Contentie maken we bedrijven goed vindbaar op internet. En dat doen we voornamelijk door te bloggen voor websites, zodat ze bovenaan in Google komen. En dat kan eigenlijk vanaf overal ter wereld, zolang we maar goed internet hebben. Zo besloten we een aantal maanden geleden om al reizend te werken door Zuidoost-Azië. We zijn even in Nederland geweest en nu zijn we weer in Sri Lanka met z'n 5en. We blijven in dit riante huis, dus vrij ruim opgezet. Dus ZZP'ers die wij inhuren, vaak ook zo'n buitenlandse ZZP'ers, die willen we graag ontmoeten. En die zitten vaak dan in, ook in Sri Lanka, in India. En die huren wij vaak in. En wij merken gewoon dat het contact beter gaat als wij ze ook daadwerkelijk zien. We zitten natuurlijk met een tijdsverschil van 3,5 uur. Dus dat betekent dat wij 3,5 uur later leven. Vaak wat we doen is, we zitten hier naast het strand. Dus 's ochtends om 9 uur gaan we voor 2,5 uur naar het strand. Komen we terug, hebben ontbijt en beginnen eigenlijk gewoon de werkdag. Dat is eigenlijk ook wel lekker dat we hier zitten, want we hebben geen sociale afleiding, geen verjaardagen of uitjes. Of eigenlijk zijn we gewoon altijd met elkaar en met de business bezig. En daardoor maken we eigenlijk juist gewoon goede slagen. Het is geen verkeerde productiviteit eigenlijk. Met de selfie-stok op het strand. Het doet mij denken aan een klus die ik ooit deed. Toen werd ik getypt voor een adviseur. Die zou mij enorm kunnen helpen. Een stratege, een oude reclameman. En die woonde in Mexico. En toen zei ik, ja, dat lijkt me ontzettend moeilijk. Nee, dat gaat allemaal over internet. Dat was in 2007. Die man, die had ik gemaild. En die zei, ik doe 2 soorten strategisch advies. Voor 10.000 euro en voor 5.000 euro. Welke opdracht wil jij? Kijk. Dat koos ik voor de goedkope variant. Maar die man die had een gouden leven. Dat is een businessmodel, denk ik. Nederland volstrekt geen modelcontract. Toen trouwens ook nog niet. En die leefde als een god in Mexico. Ik vind het